Ja, dus, maar volleybal was het ding hoor. Volleybal was mijn ding. De rest was, bodybuilding was leuk, maar volleybal was het. En ja, ik ben de moeder van Jair. Ja, dus toen kreeg je een zoon en die zoon zei van, ik ga fietsen. En is er een Nou, moment geweest, of was er eerst nog iets anders wat er voor het fietsen kwam? toen werd ik zwanger. Nee, waar zullen we beginnen? Ah, nee, een dag voordat ik moest bevallen, dus 18 oktober, pakte ik de fiets en ik fietste naar mijn moeder aan de Quataweg. En ik kom daaraan en ze was heel erg, ja, Debbie, je bent heel erg onverantwoord bezig. Je bent hoogzwanger en hoe kan je op de fiets op de Quataweg? Ik zeg, mama, zwangerschap is geen ziekte. Dus, voor mij was er niets aan de hand. En ja, het heeft er natuurlijk niets mee te maken hoor, maar ik bedoel, ja, hier is het bijna op de fiets geboren. En Superleuk verhaal, breed verhaal, geweldig verhaal, I love it. hij fietste al heel vroeg, maar geen draad op mijn hoofd zei me dat Jair ooit wielrenner zou worden. Omdat we die sport gewoon in Suriname niet kenden. Jair is dus eigenlijk ook, heeft vele sporten gedaan. Zwemmen, basketbal, een tijdje gevolleybal, tennissen, voetbal, judo. En toen kwam het fietsen. En hij ging met Eddie, met zijn stiefvader, ging hij een dagje een tripje maken, fietsen. Toen wist hij nog steeds dat wielrennen een sport was. Totdat we zijn broertje dus moesten ophalen in AK-stadion, OC. En hij zag daar die jongens van Gazelle, Sven, Stekkel, zag hij daar fietsen op de baan. En toen was het, dit is wat ik wil doen. Leuk programma, Debbie, echt. Ja. wat details alsjeblieft. Wanneer, waar, hoe laat? Oké, Jair rijdt van 5 tot en met, sorry, van 4 tot en met 8 augustus zijn de baanwielrenwedstrijden. Hij komt op 4 augustus uit zijn de kwalificaties, dus dan moet hij zijn kwalificatietijd neerzetten. En die wedstrijd is om 3:30 's In de morgens, ochtend. Surinaamse tijd. Ja. Het verschil is 12 uur verschil met een Tokio. Hij rijdt 3:30 's middags de kwalificatie. Dat is dus 3:30 hier. Om 4:30 's morgens heb je dan de 32e finale. En afhankelijk natuurlijk van zijn kwalificatietijd weten we hoe laat hij weer rijdt. Dan weet je als hij uitgesloten wordt voor die 32e finale of je weet in welke heat hij rijdt, dan ga je weten tegen wie hij uitkomt. Dus belangrijk is om alvast te weten, zijn eerste wedstrijd is op 4 augustus om 3:30 Surinaamse tijd. Dus we gaan allemaal vroeg slapen en we staan allemaal vroeg op. En we gaan van hem Of we kraken. blijven gewoon wakker. Dus van 4 tot en met 6 augustus heeft hij de 200 meter sprint. En op 7 en 8 augustus heeft hij dan keirin. En keirin is dan ook s'morgens om 3:30 de eerste wedstrijd. En dan afhankelijk natuurlijk. Dus ik kan nog niet zeggen hoe laat de volgende wedstrijden zijn. De tijden zijn er al. Alleen weten we nog niet in welke heat hij rijdt. Oké, dus het is woensdag 4 en zaterdag 7 rent die, komt die zeker in actie. Aan de hand van zijn kwalificatie moeten we even kijken wanneer weer. Ja, nee, woensdag 4 is de eerste keer en daarna komt hij zeker in actie, want hij gaat door. Yes, Oké. dat willen we horen. Precies dat willen we horen. Ja. Okay.